We zijn hier bij Mello Mel. Hij is super bekend van raps maken en dingen. En dan gaan we vandaag een paar vragen stellen. Welkom, Mello Mel. Gaat het, Box? Ja! Box! Ja, dus, toch. Ja, vertel iets over jezelf, wat je doet en wie je bent. Zou je dat even kunnen doen? Zoals de kleine tijger al zei, ik ben Mello Mel. Amsterdamse rapper, doe dit al een tijdje. Mello Mel is hier zo. Hij heeft een hele gang meegenomen. We gaan dat ding doen, man. Hey! Sowieso, man. Rotjoch Tanks, Boulevard Boys in the building. Wie is het van? Gang! Definitely. Pichon op en mijn broek vet laag. Euro's in mijn zakken, daarom loop ik traag. Ik ben een baas. Ja, kill, ik ben een baas. Of ik heb mijn bed op, ik rock op de blok. Ik heb niet meer een stoppen, pas wanneer mijn hart stopt. Ja, kill, ik ben een baas. Ik heb veel samengewerkt met heel veel bekende artiesten. Namen zoals Lijpen, Ismo, Monsif. Monsif is onze president. Een goede producer. Je bent bij ons in de studio. Je hebt gezien, hier komt iedereen zeg maar langs voor toch de grote hitjes die ze nodig hebben. Achter de schermen werk ik ook veel met Engelse artiesten. Dus ik ben al een tijdje lekker bezig en ik ben blij dat ik hier mocht zitten met jullie. Tuurlijk, man. Dankjewel, nice, man. Nice, man. Ja. Thanks. Love, man. Ja. Ja, stel maar. Ben je een keer in een bioscoop gaan slapen? Bioscoop gaan slapen? Nee, maar ik ben wel eens een keer in een bioscoop geweest. En toen ben ik bijna in slaap gevallen. Dat weer wel. Ja, was hij moe, hè? Maar, ja, hij was in de avond, denk ik. Ja, denk ik ook. En dan die film, en dan moet je zo kijken. En kijk, als je thuis bent en je kijkt de film, kan je lekker pauze zetten. Toch? Even een chippy pakken. Maar in de bioscoop moet je blijven zitten en dan werd ik moe. En dan diegene moest steeds dit doen, wakker blijven. Dus ik was blij toen ik naar buiten ging en ik zag weer licht. Ja. Ja. Ben jij wel eens in gaan slapen in de bioscoop? Nee, maar ik ben er wel een keer een uur blijven slapen. Wow. Laat mijn moeder komen niet. Ja. Wanneer gaan we ook muziek van je horen? Heel snel. Ik ben bezig met mijn album. Waar heel veel bekende artiesten op staan. En wat ik voornamelijk nu ook doe. Ik heb een artiest genaamd TF. En daar besteed ik heel veel tijd aan. Want ik wil hem graag naar buiten brengen. Omdat hij heel goed is. Het is een upcoming artiest. Ja. Alleen hun zeggen ook weer steeds tegen me van. Je bent heel dag achter de schermen bezig. En maak weer muziek en kom weer met muziek. En als ik naar buiten ga, naar de winkelcentrum. Of als ik in de stad ben en dan zie ik heel veel jongens die zeggen, wanneer kom je. Dus toen heb ik laatst een sessie. Zo net als bij Tsunami, zo'n freestyle sessie. Heb ik uitgebracht met TF. En nu ga ik mijn album uitbrengen. En hij is nu op 80%. Dus ik moet nog een klein beetje harder werken. En dan is hij af. En als hij af is, ben jij de eerste die hem krijgt. Je hoort het. Mijn album. Een album van hem. Die nieuwe album die eraan komt. Ja, tof, ja. Toch? Mag jij hem als eerste? En dan gaan we samen zitten en dan moet je zeggen, dat vind ik goed. Die nummer vind ik goed, die vind ik minder. Ja, als ik zo doe, dan vind ik hem een klein beetje goed. En als ik zo doe, vind ik hem heel goed. En als ik zo doe, vind ik hem niet goed. Oké, nou, spreken we dat af, oké? Okay? Oké, okay, yes, deal. Mag ik? Ja, vraag maar. Heb je eens een keer Boef en Leeuw Kleine een video meegemaakt? Ik heb dan geen video of liedje zelf met hun gemaakt. Maar ik ken Boef al jaren vanwege Tsunami. En Leeuw Kleine, omdat Leeuw Kleine is onze kleine Siske de Rat. Van Amsterdam, die ken ik al toen hij heel klein was. En dan liep hij altijd door Amsterdam. En Leeuw Kleine was zo iemand. Sinds hij klein was, wou hij altijd muziek maken. Dus toen wij altijd muziek gingen maken, en Leeuw Kleine was zeg maar 15, 16, ging Leeuw Kleine al naar de studio met ons. En eigenlijk moest Leeuw Kleine slapen. Maar die bleef gewoon met ons in de studio. En die ging altijd kijken en leren. En hij heeft zoveel gekeken, dat hij nu heel groot is geworden. Want iedereen kent Leeuw Kleine nu. Ja. Ja. Jij ook, toch?
Ja. Iedereen? Maar bijna. Ik was een keer heel klein, maar die kon die geen foto maken. Nee? Ja, nou, ik ga Jorik aanspreken. Ja. Jorik, als ik je zie, jongen, je wordt goed te maken, jij. Als hij dit ziet, dan weet hij weet het hoor. Ik pak een draai aan zijn oortje dan. Want hij moest je groeten. Hij kon niet omdat hij weg moest ofzo. Ja, maar weet je, het is Jorik, is kleine klein, is heel druk hoor. Hij moet muziek maken. Hij heeft een patatzaak waar je lekkere frietjes kan eten. Hij heeft een cafeetje waar je een drankje kan doen. Hij verkoopt kleding. En hij heeft nu zelfs zijn eigen drinken. Dus die jongen kan bijna niet slapen. Als hij klaar is, moet hij gelijk door. Heeft hij dan zijn eigen Leeuw Klein drink waar Leeuw Klein op staat? Nou, het heet geen Leeuw Klein, het heeft een andere naam. Sorry dat ik het niet weet. Maar hij is in samenwerking gegaan met een bedrijf die zeg maar het drankje heeft gemaakt. En dan hebben ze iemand nodig met een goede grote naam. Die het voor hun bekender maakt. Maar ik weet welke naam het denk ik is. En wat is het dan? Welke naam? Leeuw Kleine de Klank. Ja? We gaan het straks opzoeken, oké? We gaan het straks checken. Afgesproken. Ja. Naast de muziek maken nog iets anders op voetbal of in een racecar? Of... Ik hou van GTA spelen. En soms fitness ik. En ik heb een zoontje. Die is 5 jaar oud. Ik ben 6. Wanneer ben je jarig? Weet ik niet meer, maar in mei wel. 2 mei. Oké, okay. Mijn zoontje is 15 december en dan wordt hij 6. Hmm. Daarom, dus ik ben ook papa. Ah. En dan kom ik soms en dan ben ik thuis. En dan, als jij hebt een drukke dag ook net. Ja, tuurlijk, want als ik thuis kom en ik wil gaan slapen, is hij wakker en dan zegt hij, papa, je mag niet slapen. Dan moet ik opstaan. En dan ben ik moe en dan wil hij voetballen of kickboksen of je kent het wel wat kinderen willen doen. Ja, maar mijn grote broer van 13, die zit al op kickboksen. Ja, hij ook. En die heeft 2 maanden in de week kickboksen. Ja, hij ook van kickboksen. Ja, maar ik ben er afgegaan omdat ik saai was. Ja, vond je het saai? Ja. Nee, toch? Want ik moest alleen maar tegen die ballen aanschoppen en ik wou gewoon vechten. Zo. Dan vond ik het saai. Oh. Heel veel geld mee. Bijvoorbeeld met liedjes maken of rappen. Jawel. Kijk, je verdient het sowieso mee. Je verdient er sowieso mee. Waarom? Kijk, als je een liedje maakt en dan moet je, kan je het op YouTube zetten. En als je dan zeg maar veel kijkers hebt, dan verdien je een beetje, verdien je paar centjes. Zet je het op Spotify, verdien je ook een paar centjes. Alleen, het hangt er voor jou af, hoeveel centjes. Want je hebt jongens, dat heel Nederland kijkt, die verdienen heel veel centjes. Je hebt jongens die een beetje kijkers hebben. En dan die... Die verdienen een klein beetje, maar alles wat je verdient is meegenomen, toch of niet? Ja. Want je hebt sommige jongens die verdienen 5.000, maar je hebt ook jongens die verdienen 10.000. Maar ja, iedereen verdient. Je hebt ook die mensen die 150.000 hebben. Dan praat je over Leeuw Kleine, Boef, Doughboy, dat zijn Frenna, de grote jongens zijn dat, hè? Ja. Verdien jij ongeveer 150, 30, 100, mijn zoontje beheert het geld van 5 jaar, ik weet niet. Hij is de baas, die kleine van 5 jaar, ja. Ik mag niet de baas zijn bij mama. Oh, je bent het wel hoor. Maar papa wel. Nou, dan, straks neem jij het van papa over. Ja toch? Dan moet jij alles beheren. Ja, maar als papa... Als papa dood is, leef ik zijn kar over. Ah! Nou, maar dat gaat nog lang niet, dat gaat nog lang niet gebeuren, toch? Nee, dit duurt nog 150 jaar. Nog lang niet, hopelijk. Uh-huh. Ja, ben je, heb je een relatie? Nee, ik ben lekker vrijgezel nu. Ja? Ja, weet ik het is, in deze muziekwereld. Kijk, zoals je weet, er zit heel veel tijd in. Je moet echt heel veel tijd in besteden. En soms heb je een vrouw, kijk, ze moet het maar willen. Ze moet zeggen, ja, kijk, weet je, het is soms heb je van die dagen, dan ben je 15 uur aan het werk in de studio.
Dan heeft zij lekker gekookt en ze denkt, vandaag ga ik mijn man verwennen. Mijn man komt niet thuis. Want de man is in de studio. Ja, kijk, één keer kan ze het accepteren. Ja. Twee keer accepteren. Maar de derde keer staat ze voor de deur te kloppen van, kom even eten. Ja. Kom even slapen. Dus ja, nee, maar ja. Mijn ex-vriendin en ik zijn hele goede vrienden. Kijk, ik heb mijn zoon gekregen toen ik was nog 28 of zo. Ik was nog jong. Ik was wild. En we zijn uit elkaar gegaan. En dat is een periode dat je soms hebt van, ja, tuurlijk, je gaat uit elkaar, je hebt kind, het is een beetje drama. Maar zolang je ouder wordt en je wilt het beste voor je kind, dan word je gewoon goede vrienden en dan gun je elkaar. Want zij weet natuurlijk, de liefde die ik heb voor muziek, nou geloof me, dat krijgt ze. Er is geen vrouw die dat kan overwinnen. Ik ga zeggen van, hey, oké, ik ga dit laten voor jou, want dat zal nooit gebeuren. Snap je wat ik bedoel? Dit muziek maken, dat is mijn leven. Ik bedoel, elke single of elke track die we maken, wat we doen, dat is mijn vrouw. Ja. Snap je? Daar besteed ik al mijn liefde en tijd voor. Dus zodoende. Maar in het leven weet je het nooit, hè. Misschien word ik op een dag weer verliefd. Maar voor nu ben ik alleen verliefd op muziek en mijn zoontje. Oké. Ja, toch. Welke drie dingen kan je echt niet zonder? Zo'n telefoon of zo'n televisie of... Televisie kijk ik weinig, zeg je eerlijk. Ik ben iemand die meer achter de computer zit. Ik ben iemand die gewoon lekker de hele dag lekker op je Switch zit en lekker YouTube kijken. Mijn zoontje ook, dan speelt hij en dan hoor ik heel dag Fortnite en zo. Kijk, voor Fortnite mij... Fortnite mag ik niet. Oh. Ik pas 6 jaar ben, maar als ik 7 ben, dan mag ik het wel. Oké. Ja, nou bij mij is het, ik kan... De drie dingen zijn voor mij sowieso mijn telefoon, mijn muziek en wat nog meer? Wat kan ik niet zonder? Zonder je studio. Ja, dus dan zeg ik mijn muziek, zeg maar. Dat is de studio en dan mijn telefoon is ook. En ik kan niet zonder... Schoenen kopen of zo? Ik ben een kleine vreedzak, ik kan niet zonder lekker eten. Mm. Ik hou van lekker eten. Daarom krijg ik die dikke buik van me. Nee, jij hebt geen dikke buik. Je nee, dat vind ik niet. Ik vind alleen maar dik als je zo dik. Nou, ik ben nu een beetje aan het verminderen. Dus ik drink veel water en ik let een beetje op wat ik eet. En niet de hele dag eet. Maar als je in de studio zit soms. En dan zeg ik, dan heeft je vrouw of je vriendinnetje heeft thuis gekookt. Maar dat eet je niet thuis. Maar onze beste vriend thuisbezorger, die is er altijd voor ons. En dan is het pizza en shawarma. En hier om de hoek heb je McDonald's die 24/7 open is. Dus net als vannacht. Vannacht was ik ook in de studio. En dan hadden we 20 hamburgers gekocht. 20 cheeseburgers. 10 McChickens en 10 Big Macs. Zo, dat is veel. Dat was mijn avondeten met de jongens. Ik slapen. Dan kan je ook lekker eten. Hey, dus dat is, ja, zonder McDonald's. Ik kan niet, ik hou van een Big Mac. Dat is mijn favoriete burger. Mijn favoriete is met kip zo. Zo ronde kip. En dan alles saus erop. Die met chicken. Ja. Ja, die vind ik ook wel lekker. Maar toch ben ik meer verliefd op de Big Mac hoor. Zeker ik weten. Ik ben ook verliefd op de patatje. We gaan nu shirt uitleggen. Zo, hey. We zijn aan het einde gekomen. We hebben nog iets leuks. Dankjewel. Hou met je drieën vasthouden. Ja. Je moet hem ook dragen. Zeker. En wat moeten ze doen om deze te winnen? Jullie moeten een reactie... Maar dan zien ze hem niet. Dus je moet... Jullie moeten een reactie onderlaten waarom je deze wil. En een leuke reactie laten onder deze video. Abonneren. Abonneer. Duimpje omhoog. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Dankjewel. Ciao, ciao. Bedankt voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, abonneer dan even op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Elke zondag om 3 uur. Ciao ciao.